Welkom in Schouwburg Ochterop. Mijn Schouwburg. Maar wie ben ik? Ik ben meneer Ochterop en ik open in 1842 een koffiehuis. Ruim 170 jaar geleden logeerden toneelgezelschappen op doorreis bij mij en toen werden er in de zaal al voorstellingen gegeven. Maar ik wilde origineel blijven en opende een Schouwburgzaal achter het koffiehuis. In 1886 werd Schouwburg Ochterop een feit. Dat is trouwens tot op heden nog authentiek gebleven. Nadat mijn zoon en daarna mijn kleindochter de Schouwburg overnamen, werd het stokje overgegeven aan de gemeente Meppel. En zij hebben besloten om de Schouwburg drastisch te renoveren. Maar niet getreurd. Mijn historische kleine zaal ontsnapte aan de grote hamer. Met de laatste panden heeft de gemeente Meppel stevig ingezet op het versterken en toekomstbestendig maken van het culturele aanbod binnen Drenthe en de regio. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Als er toch nieuwe materialen gebruikt zijn, dan zijn deze hernieuwbaar of om te zetten naar grondstoffen. Zo is de Schouwburg nu een icoonproject geworden op het gebied van circulair bouwen. Kies snel welk materiaal jij wil zien. Hey, daar ben ik weer. Welkom in het heden. Hier zie je wat de gemeente Meppel met alle hergebruikte materialen heeft gedaan. Kies snel welk materiaal jij wil zien in de toekomst. Hey, ik zie je denken. Wie is dit meisje? Ik ben de achterkleindochter van meneer Ochterop. Hem kennen jullie vast al wel. We zijn nu in het jaar 2122. Voor jullie is dit nog even een tijdje vooruit. Maar zal ik eens wat leuks vertellen? Omdat gemeente Meppel 100 jaar geleden de Schouwburg circulair verbouwd heeft, kunnen wij nu alle materialen nog een keer hergebruiken en verbouwen tot andere materialen. Deze Schouwburg is het icoonproject geweest voor vele anderen. Weet je nog de vloer van de kleine zaal, die een tribune werd? Nou, wij hebben van die tribune later een trap gemaakt. Zoals hier. Ideaal, want zo worden alle materialen omgezet tot grondstoffen en hebben we geen afval meer. De circulaire kringloop stopt dus nooit. De circulaire economie stopt niet alleen bij de verbouwing. De Schouwburg betrekt het restaurant daar ook bij. Neem snel een kijkje hoe de Schouwburg hier circulair hergebruikt.